Als je dit leest, dit hele verhaal, komt het erop neer dat het vooral wordt neergezet als je koopt voor 1,20 euro een vierkante meter grond. En daar doe je heel goed aan, want daar wordt de wereld beter van. En van die 1,20 euro gaat 1 euro ook echt naar het goede doel, naar het goede fonds. De 5 cent gaat naar de fiscus. En die 15 cent is ook al een verdienmodel. Dus als je heel veel grond verkoopt, kun je daar ook al wat aan verdienen. Maar belangrijk is nog de certificaten die je ervoor krijgt. En daar hebben de oprichters van een heleboel van gekregen. Die worden straks heel veel geld waard en die kunnen verhandeld worden. Dus je kunt, als het helemaal goed zou gaan, als er meer dan 9 miljard van die certificaten worden verkocht, kunnen bijvoorbeeld mensen als Winston en nog een aantal andere mensen er 3,75 miljard mee verdienen. Nou, is niet verkeerd, toch, als je het zo bekijkt? Nee, thuis zitten ze te duizelen nu. Maar jij wou eigenlijk zeggen dat ze ontrouwbaar zijn. Nou ja, het aparte is natuurlijk, doordat we dat Seward-verhaal hebben gehad, en ik je ook van de week al een keer vertelde dat ik met hem op een podium had gezeten, toen zei ik letterlijk tegen hem, het is toch geen Seward-je, hoop ik, hè? Toen zei nee, het is allemaal voor het goede doel. Maar er zit geen verdienmodel verder aan. Nee, er zit geen verdienmodel aan. Dat blijkt dus nu wel het geval te zijn. En dat kwam gisteravond ook een beetje naar voren. En Jan Terlouw zit er ook bij. En gisteravond zat... Nou, die is er ingeluisterd. Nou ja, Constante Scholsen zat daar samen met de man van de quote, Paul van Riessen. En dat ging al niet lekker over Jan Terlouw. Je liet Jan Terlouw zien, hè, in het filmpje. Die hebben natuurlijk op een gegeven moment ook gevraagd van, wist u wat er allemaal achter zat? Die zei van, ik had geen flauw idee. En als ik dit had geweten, dan had ik mijn medewerking niet verlend. Ja, we hebben natuurlijk meteen Jan Terlouw gebeld om we opnieuw uit te leggen wat Earth Today, waar wij voor staan. Wij zijn een bedrijf en dat is denk ik het allerbelangrijkste om te weten. We hebben ook dus de groeimechanismen van een bedrijf. Mm-hmm. Maar wat zei Jan Terlouw? Ja, daarna zei hij bij ons van tuurlijk, dit is precies waarvan ik op de hoogte ben. Maar dat hebben we toen teruggebracht naar de quote. En quote heeft dat natuurlijk niet aangepast. Ik wil je met alle plezier het geluidsfragment laten horen. Want we hebben het gesprek met meneer Terlouw uiteraard opgenomen. Misschien is het een aardig idee om het morgen bij ons op de site te zetten. En dan zul je zien dat we uitstekend uitleggen hoe het model in elkaar zit. Ja. Snapte jij het, René, gisteravond, waar je naar zat te kijken? Nee, niet echt. Maar ik was niet zo heel erg in geïnteresseerd. Nee. Ik haak dan af wel. Ja, op een gegeven moment haak ik af. Heel technisch enzovoort. Ja, haak ik af. Ik vond het wel boeiend. Dat meisje bleef maar babbelen. Ja. En het bleef ook wartaal. Nou ja, het ging op een gegeven moment over het verdienmodel. Ik probeer even kort uit te leggen. In die 1,20 euro zit al 15 cent waarmee verdiend kan worden. En dus die certificaten kunnen op den duur, als ze allemaal verkocht zijn, die nemen in waarde toe. Dus daar kun je veel geld mee verdienen. Dat is het verdienmodel dat erachter zit. Maar dat probeerden ze uit te leggen. Maar ja, kijk maar. Mensen die krijgen een financiële prikkel om dus iets, het grootste risico te nemen is om Earth Today überhaupt te financieren. Want het moet nog maar eens lukken dat we met z'n allen inderdaad die 9 miljard vierkante meters gaan beschermen. En waardoor dus die natuurbeschermers niet 9 miljard vierkante meter extra beschermen, want dat is het model. Nee, zij moeten minimaal 1 nieuwe vierkante meter voor iedere meter die wordt beschermd onder bescherming brengen. Dus dat betekent minimaal 9 nieuwe miljard vierkante meters die wereldwijd beschermd worden. Zij zijn heel blij, zij krijgen al die gelden. Maar om dat model, het bedrijf te financieren, heb je gewoon funding nodig. Maar die funders die doen dat niet voor niets. Ja. Die hebben natuurlijk financiële prikkel nodig. En dat doen zij. Maar het mooie is dat ze veel geld kunnen verdienen. Alleen 2/3 van dat bedrag, dus het dubbele van dat bedrag wat ze potentieel kunnen verdienen, gaat naar natuurbescherming. Je kunt het uitleggen. Nee, ik ben al een tijdje weg. Ik heb maar al iets heel anders gedacht. Sorry. Dat is toch heel apart dit? Ja, maar ik begrijp niet dat die mensen zo geobsedeerd zijn door geld dat ze dit soort constructies bedenken en dat ook nog gaan zitten verdedigen. Nou ja, het aparte is, ik bedoel, Winston stuurde mij gisteren, naar aanleiding van het feit dat wij dit hadden voorgelezen dinsdag bij ons in uitzending, een appje waarin hij had gezegd dat hij het had gewaardeerd als ik hem had gebeld. En hij zegt, dat klopt nog steeds wat ik die avond bij jou, of die middag bij jou heb verteld, dat het 1,20 euro allemaal naar het goede doel gaat. Maar daarna zegt hij, is er een digitaal platform, earthtoday.com, waar veel geld voor nodig is om het globaal uit te rollen. Daar zijn natuurlijk funders voor nodig, wonder ik zelf. Dat heet ondernemen en dat heet ook mogelijke waardecreatie. Dan denk ik, ja, op zich kan dat allemaal wel kloppen. En dat is op zich ook niks mis mee, als je het gewoon verteld had. Nou, dat is het. Want daar gaat het toch over? Prima, inderdaad. Maar het wordt gebracht als wij gaan zonder winstbejag de natuur redden. Zo wordt het gebracht. Nou ja, dat natuurverhaal wordt eigenlijk gebruikt om iets anders op te tuigen, waar je dus wel geld mee kan verdienen. En nogmaals, dat is hetzelfde als bij Seward. Als hij destijds had verteld, ik kan het regelen, al die mondkapjes, maar ik ga er zelf wel verdienen. Overigens is er wel een belangrijk verschil met Seward, want dat ging om belastinggeld. Dat ben ik met je absoluut. Dat vind ik wel echt iets anders. Nee, dat ben ik absoluut met je eens. Alleen je wekt een andere illusie. Daar gaat het een beetje om. Ik wil absoluut die twee zaken niet exact op elkaar leggen. Alleen je wekt de illusie dat je bezig bent met een goed doel. Ja. En dat gebruik je als verhaal. En vervolgens blijkt er nog iets achter te zitten. En als je dat gewoon communiceert, is het volgens mij helemaal geen probleem. Maar Winston is vanavond volgens mij bij Jinek. Hij werkt toch voor deze zender of niet?
Ja, het is een collega van ons. Hè? Het is onze gladste collega die we hebben. Nou ja, goed, uiteindelijk is het ook allemaal niet allemaal te volgen. Maar Constanze Scholzen legde dat nog even uit, waarom hij dat had gedaan. En op zich, ik geloof ook wel dat hij een bepaalde motivatie heeft. Dat snap ik ook wel, maar als hij het iets duidelijker had uitgeluid. En zo legt Constanze het uit. Hij heeft ook gezegd, na enige aandringen van quote... alles wat ik er potentieel aan ga verdienen, stop ik terug in de natuur. En dat vind ik dus zonde. Want het is voor het eerst in zijn hele carrière dat hij geld gaat verdienen aan goed doen. Winston heeft heel veel geld gestoken in Earth Today. Hij heeft zich altijd voor mij belangeloos ingezet. Hij is super betrokken. Hij is iemand die zijn woord nakomt. Hij is iemand die ontzettend loyaal is naar de mensen om zich heen. En ik vind het een onwijs getalenteerde jongen om mee samen te werken. Het is een ontzettende gewiekste ondernemer. Heel slimme jongen. Glad, ja. Ja, ik heb hem trouwens meerdere keren teruggebeld en hem ook geappt gevraagd of hij dan eventueel kan bellen. Dat heeft hij helaas niet meer gedaan. Het blijft allemaal een beetje onhandig, dit, toch? Daar komt het uiteindelijk op neer. Als je het zo communiceert, wat Angela eigenlijk schreef. Dit is niet op vrouwenvriendelijk gebied, maar dit is ook een soort grensoverschrijdend gedrag wat hij nu laat zien. Door geen duidelijkheid te zien. Ja, fatsoensnormen overschrijden en op een slinkse manier je zakken vullen. Ja. En dat soort mensen moeten niet familieshows presenteren met een brede professionele glimlach, weet je wel. Want er staat gewoon een pseudo-oplichter hier toe te spreken. Het gaat wat ver natuurlijk al. Maar hij had het gewoon anders moeten communiceren. Ja. Dat is toch de basis eigenlijk? Ja. Ik bedoel, het is een zakenman. Hij is handig, hij is slim, hij kan veel. Is de zakenman? Ik dacht dat de presentator was. Nee, hij doet heel veel andere dingen ook. En dat doet hij op zich ook heel goed. Alleen zijn communicatie in deze is zo onduidelijk en onhandig geweest.